Denk jij dat er een 4-4-2 systeem gaat uitrollen tegen Australië? Ik weet niet. Ik denk dat Deli goed geantwoord heeft. Ik denk dat je daarbij de bondscoach moet zijn. Ik denk dat iedereen wel gezien heeft hoe we tegen Wales hebben gespeeld. En daar, op middel van dat, dat het misschien een makkelijke link wordt gelegd naar Australië. Maar uiteindelijk is de bondscoach die kiest. Dus dat is echt een vraag voor de bondscoach. Ja, dus die link is er wel. Die zag ik niet verkeerd. Wales van toen. Ja, maar ik denk niet alleen jij. Ik denk nog 16 miljoen andere mensen nemen. Denk ik. Ja. Maar dat we dat maar even duidelijk hebben dan. Wat verwacht jij van die wedstrijd tegen Australië? Want als je uit zo'n wedstrijd tegen Spanje komt, ja, dan is dit volstrekt wat anders. Toen waren je toch een soort van underdog en dat is nu wel helemaal veranderd. Ja, tuurlijk. Maar ook in die wedstrijd gaan we gewoon met de volle 100%. Ik denk dat Australië ook voor hun laatste kans vecht. En ze zullen gewoon erop gaan. En ja, we gaan hem gewoon goed analyseren de eerstkomende dagen nu. En dan moeten we gewoon weer goed voorbereiden. Net zoals we dat tegen Spanje hebben gedaan. Het is gewoon weer een andere wedstrijd dan tegen Spanje. En we gaan gewoon voor de volle 3 punten. Kan dat nog wel eens een moeilijker wedstrijd worden dan tegen Spanje? Dat weet ik niet, maar ik denk dat elke wedstrijd op het WK op zicht is. En ook de wedstrijd tegen Australië. En je moet gewoon 100% zijn ook in dat soort wedstrijden. Ik begrijp dat de euforie heel hoog is nadat we 5-1 hebben gewonnen van Spanje. Maar ik denk dat het team wel gewoon in staat moet zijn om daarna gewoon de volle focus te hebben. En zich die wedstrijd gewoon af te sluiten en zelf naar de volgende wedstrijd te kijken. Want het verschil is natuurlijk ook dat tegen Spanje, maakte Spanje, zou de wedstrijd maken. Maar nu moeten jullie echt de wedstrijd maken tegen Australië, denk ik. Denk jij dat ook? Ik weet het niet. Ik weet niet, jij hebt waarschijnlijk al in de toekomst gekeken. Maar ik weet niet of dat zo zal zijn. Het kan ook zijn dat Australië de wedstrijd gaat maken, dat weet je niet. De wedstrijd verloopt hoe die verloopt. Dus we moeten eerst nog beginnen en dan kunnen we pas kijken hoe dat gaat gaan. Oké, nog één ding. De training van vandaag, was dat nog een soort hersteltraining van Spanje? Het was een soort hersteltraining, ja. We hebben nu dag 2. En dag 2 is meestal de zwaarste dag na een wedstrijd, 48 uur. Dus ja, het was een beetje hersteltraining, wel met een beetje lichte vorm van aanzet en intensiteit. Maar ik denk dat het een goede wedstrijd was, of een goede training was. Dankjewel. Ja, alsjeblieft.